een beetje dichterbij komen, want het is zo, hier. Welkom allemaal bij de opening van het werk van Hester Scheurwater, waar wij heel blij mee zijn. Wij zijn de Orange Tree Art Project. En wij zijn wat kunstenaars hier in het pand die een stichting zijn begonnen. En verleden jaar heeft Hester ingeschreven op de open call van verleden jaar. Perfect. Ja, dus, dan ben ik nog steeds niet. Maar ik ben nu met. Allereerst zou ik mezelf even voorstellen. Ik ben Romy Zwart, onlangs afgestudeerd aan de Breitner Academie in Amsterdam. Ik ben kunsteducator, ook een klein beetje startende kunstenaar. En ik schrijf dus onder andere artikelen voor dus Mr. Motley. En zo ben ik dus eigenlijk ook zelf bij het werk van Hester terechtgekomen. Ik was dus een artikel aan het schrijven, een ode aan de vulva, waarbij ik eigenlijk... Dat is een soort pleidooi, een soort betoog voor meer realistische, meer echte vulva's in ons beeldcultuur. Om te beginnen een vraagje. Jullie hebben hier allemaal dus al wat beelden gezien. Wie heeft er bij één of bij meerdere beelden toch een soort ongemakkelijk gevoel gehad van binnen? Mag ik eerlijk ook zijn? Maar dat vind ik toch wel best wel weinig. Vanuit de westerse kunstgeschiedenis zijn we eigenlijk vooral beelden vanuit de male gaze gewend. Voor degene die dat nog niet weet wat dat is, de male gaze is... Eigenlijk de mannelijke blik, de stereotype, hetero, mannelijke blik. Want zij staat daar voor jou. Jij kan, nou ja, ongegeneerd de foyer uithangen en naar haar lichaam kijken. Maar bij de beelden van Hester is dat eigenlijk totaal niet. Daarom zijn ze misschien ook al een beetje schurend, een beetje confronterend. Omdat in de beelden van Hester de macht eigenlijk totaal is teruggepakt. Dus veel kijkplezier en ik hoop dat u er veel van leert. Dankjewel. Wat een mooie woorden. Ja. Ja. Heel goed gedaan. Ja. Dank u wel. Maar ik ben nu met in contact gekomen met degene die mijn tijdschrift heeft gemaakt in de jaren 70. Willem de Ridder, die is nu 80.